Ja, jongens. Joel Beukers hier. Wat een weer hier in Nederland. Het is echt niet normaal. Ik ben helemaal naar de ratten, joh. Van niks. Ik weet niet wat ik met mezelf aan moet. Maar gelukkig hebben we onze geliefde V2 nog. Die het leven zo makkelijk maakt, hè. Je neemt gewoon even een scoopie. Of twee scoopies. Of drie. Maar niet meer dan drie, hè. En dan breken die uit de tent af. En dan ben je wel een mannetje! Oh, my precious. Ik kruik je onder de pot heen. Oh. Oh yes, jongens. Dit is nog even de shit, hè. Dit is nog even de shit. Als je deze neemt. De watermelon, wat de lemon, dan zie je ook echt roze olifanten. Na het innemen van de scoops en roze wolken, alles wordt roze, jongens. En dan ben je weer echt helemaal de oude. Dus als je verkouden bent, je voelt je kut, gewoon een scoopje nemen. Een scoopje a day keeps the doctor away. Naar inwerken. Sam, scoopje erbij. Neef Sam is weer terug, ja, jongens. Lekker. Een volle scoop voor Sam. Voor neef Sam. Wacht even. Ja, doe even. Er moet gewoon een lekker setje op, want dit is helemaal kut. Hoor dit setje! Wat als de scouter zei? It's over 9000! What? 9000! I'm afraid of something. My love for you is something. I'm afraid of my love. Goeie lekker. Zien jullie zo binnen. Wow. Jongens, we zijn hier gewoon in een fucking gym. Niet mijn eigen gym dit keer. Maar we hebben wel matrix apparatuur. We hebben hier de abductor en de abductor. We zijn benen aan het trainen, dus we gebruiken dit als een warming-up oefening. Om die heupactivatie te krijgen, zodat we weer beter worden in de deadlift, in de squat, noem maar op. Dus je wordt alleen maar krachtiger, pure winst. We gebruiken hem als een superset, dus we gaan gelijk door naar de volgende. Langzaam. Op. Langzaam. Gaan we door naar de echte oefeningen, jongens. Tot zo. Okay, we zijn hier bij de lying hamstring curls. Echt een hele belangrijke oefening als je hamstring dominant gaat trainen, zoals wij vandaag doen. En belangrijk bij deze oefening is dat je hem goed uitvoert. Dus we gaan explosief omhoog, houden hem even vast, squeeze echt die hamstrings. En laat dan het gewicht die hele fucking spieren uit elkaar trekken, zodat die lekker kan groeien. Heel belangrijk bij deze oefening is, dat ga ik jullie zo meteen laten zien, als Sam aan de beurt is. Dus let op, Sam gaat het nu verkeerd doen. En dat zie je vaak als het te zwaar wordt. Kijk, let op. Dus dat je met je heup van het bankje afkomt, omdat het eigenlijk dus te zwaar is. Dus dan ga je andere spieren gebruiken om het gewicht omhoog te krijgen. Nu gaan we het goed doen. Boom. Gewoon plat op het bankje. Rechte rug. Netjes. Vasthouden, langzaam weer terug.
15, 12, 10 achterhalingen. Nu treden ze iets zwaarder. Daar reageren die hamstrings heel lekker op. Ja, we zijn weer bij de volgende oefening. Een superset wederom. We doen de leg extensions aan de andere kant. En hier doen we de leg curls, de hamstrings. Dus als de een aan het werken is, heeft de andere rust. Squeeze. Even vasthouden. Voel je helemaal je reet. Dat is een verkrampend gevoel. En langzaam weer terug. Het gewicht dat trekt die spier vanzelf met elkaar. Langzaam weer terug. In plaats van dat we het gewicht elke keer maar laten vallen. Dus controle in die hele beweging. Eindelijk zijn we beland bij de squats. En dit gaan we ook weer langzaam uitvoeren, explosief omhoog. Dus heel gecontroleerd, niet jezelf laten flikkeren. Gewoon langzaam. Halfjes werken. Deze jongetjes. Doe ik normaal nooit. Maar we gaan het even helemaal omgooien, die trainingsregime. Dus we gaan met kleine stapjes omhoog en proberen wekelijks net iets hoger. We hebben echt gefocust op die achterkant. Kijk, je rugbuik mooi recht en explosief omhoog. Langzaam weer zakken. Kijk, de units. Holy shit. Cool. Zo min mogelijk vet aankomen. Dek je goede meisje nu zijn nest uit en breekt de hele tent.
Joël Beuken zie je! Hé, hey, jij daar. Kom je nest uit, man. Wat ruik ik nou? Ik ruik goud! We staan weer lekker strak van die V2! Inkakken is bijpakken! Goed zo. Oh ja, fantastisch! Nooit meer naar huis! Oh man, wat is dit heerlijk!